Die extra mankrachten. Jullie zijn van de overkapping, mannen? Ja, ik kom een overkapping plaatsen. Wordt het nog een hele klus of valt het mee? Ja, het valt mee. We hebben alles in de fabriek al voorbereid. Alles is al op maat. Dus een kwestie van monteren. Dus met een nieuwtje of vier, dan zijn wij weer weg. Oh, nou, dan ga ik hem afklokken straks. En heb je het ook gemaakt van hetzelfde hout, ook van Douglashout? Ja, allemaal duurzaam Nederlands Douglashout. Ik ga met de eetavond aan de slag. Dus als je hulp nodig hebt, dan hoor ik het. Komt goed. In de tuin begint de overkapping ook wel aardig vorm te krijgen. En Tom gaat ook goed met het stevige onderstel voor de buitentafel. We maken een robuust onderstel van deze eikenbalken. Dat ziet het. Zo man, hebben jullie niet stilgezeten? Nee, bijna klaar. Het ziet er goed uit. Het past ook goed bij de stijl van de tuin. Ja, we zijn zover het hek nog erin. Het dak is helemaal voor elkaar? Ja, EPDM-folie ligt erop. Dus het groen dak kan er zo op. Ah, top. Tom gaat het dak bedekken met sedum. Voordat groen erop kan, legt hij eerst een bodem van drainagematten. Die zijn opgebouwd uit meerdere lagen vilt om beschadiging van het dakfolie te voorkomen. Een rubberdeel om het vocht op te vangen en tenslotte een laag anti-worteldoek. Op het schuurtje hebben ze al een sedum dakje. En om het nog meer één geheel te laten worden, maken we op de overkapping ook een vegetatiedak. We hebben eerst drainagematten neergelegd. Het zijn allemaal cupjes waar het water in blijft staan, zodat de matten niet uitdrogen. Daaroverheen doen we het substraat en hier overheen de matten weer. En het zit vol met vetplantjes, zodat je het hele jaar door een mooi groen dak hebt.